Deze aflevering uitgebreid aandacht voor de ambitie van het stadsbestuur, de visie van specialisten en de ideeën van gemeenteraadsleden. Deze aflevering gaan we het hebben over de financiële toekomst van Dordrecht. Hoe staan we er nu financieel voor? Hoe gaat het met de geldstromen uit Den Haag? En de eeuwenoude vraag, moeten we investeren of bezuinigen? Welkom bij het thema van de maand. De gemeente Dordrecht heeft jarenlang een positief saldo overgehouden, terwijl er veel investeringen werden gedaan in de stad. Dat was mede mogelijk omdat de gemeente een van de 44 aandeelhouders was bij energiebedrijf Eneco. Toen dat bedrijf verkocht werd, waren de aandelen van Dordrecht 368 miljoen euro waard. Daarvan werd 125 miljoen in de reserves voor de stad opgenomen. De resterende 243 miljoen wordt geïnvesteerd voor de uitvoering van de agenda Dordrecht 2030. Vanaf 2024 is er echter onzekerheid over de inkomsten van de gemeente, die voor een groot deel van een geldstroom uit Den Haag afhankelijk zijn. Daarover is vanuit het huidige kabinet nog geen duidelijkheid, dus kunnen gemeenten ook geen financiële plannen maken. En dat uit zich in tekorten op de balans. Een kleine maand geleden heeft onze gemeente de kadernota voor 2024 gepubliceerd, met daarin een voorzichtige voorspelling voor de komende jaren. Die ziet er naarmate de jaren vorderen steeds minder rooskleurig uit. En er wordt met een vinger naar de Rijksoverheid gewezen als hoofddader. Het jaar 2026 wordt zelfs bestempeld als een ravijnjaar. En dit is hoe dat eruit komt te zien. In 2023 hebben we onder de streep een tekort van 1,8 miljoen euro. In 2024 komen we zelfs in de plus terecht voor 146.000 euro. Vanaf 2025 zet de daling in. Dan is er een geraamd tekort van 4,6 miljoen euro, dat in 2026 zelfs oploopt tot rond de 28 à 30 miljoen euro. Belangrijk is hierbij wel om te benadrukken dat dit schattingen zijn. Er gaat vaak nog een correctie overheen, waardoor de getallen iets minder laag uitkomen, maar dat gaat om enkele miljoenen. Vanuit de gemeente zijn er vier mogelijkheden om deze crisis op te lossen. Dat is vroeg beginnen met sparen, door uitgaven in 2022 tot 2025 te verminderen. Maar daarvoor is het nu een beetje laat. Ook kunnen de inkomsten verhoogd worden door bijvoorbeeld extra belastingen te heffen op voertuigen en huizen. Ook kunnen de uitgaven verlaagd worden, maar dan is er minder ruimte om te investeren in de gemeente en de toekomst. Ook kan de gemeente niks doen, maar dan komt ze waarschijnlijk onder toezicht te staan van het Rijk onder artikel 12. En als iedere gemeente dit doet, het is namelijk een landelijk probleem, komt dat uiteindelijk uit om een vastlopend systeem. Dordrecht is volgens de nota van plan om in ieder geval een vuist te maken naar het Rijk. Elke gemeente wordt hierdoor geraakt, waardoor gemeenten er massaal voor kiezen om het jaar 2026 en de jaren erna niet aan te laten sluiten in de begroting. En dat doen wij ook. Om inzicht te krijgen in de penibele financiële situatie van de stad en de dreigende tekorten, spraken we met de wethouder van Financiën, Peter Heikoop. Ik vraag me af, die cijfers, nu nog sluitend, daarna volgens mij rond de 5 en de 26 naar 20 en misschien de 27 naar 30 miljoen in de min. Hoe zorgwekkend zijn die? Nou, dat is enigszins relatief, want heel gemeenteland zit in de zorgwekkende cijfers. Dat heeft echt te maken met de fundamentele afspraken tussen Rijk en gemeente. En het Rijk zorgt voor het overgrote deel van de inkomsten en dat is op dit moment niet in orde. En we zien dat voor volgend jaar is er nog geen probleem. Het jaar erop is het zeer beperkt, maar daarna zullen we fors moeten bijsturen. En vanuit het Rijk zal er echt nog wel flink wat extra bij komen, maar dan nog steeds hebben we ook met elkaar wel wat op te lossen. En iedere gemeente zit hiermee. Moet er dan inderdaad vanuit de gemeente niet een actie ondernomen worden naar het Rijk toe? Nou ja, dat gebeurt ook. Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, is de boel echt wel op scherp gezet in de gesprekken met het kabinet, met de minister van Financiën, met de premier en met de vicepremiers, om echt het gesprek aan te gaan. Omdat voor de grote opgaven die het Rijk ook voor zich ziet, de grote ambities, denk aan woningbouw, denk aan de klimaattransitie, denk aan het armoedebeleid, al dat soort zaken, dat moet allemaal via de gemeente gebeuren. Dus als zij hun ambities willen realiseren, dan moeten zij ook een goede relatie onderhouden met gemeenten en gemeenten ook financieel een taak in staat stellen om die ambities ook te verwezenlijken. Dus die gesprekken worden echt gevoerd. Is dit nou een probleem van Den Haag of van de gemeente?
Nou, dit is in de eerste plaats een probleem van Den Haag. Den Haag doet op een korte termijn geld verstrekken, dus korte programma's voor de eerstkomende jaren. En ze durven eigenlijk niet te ver vooruit te kijken. Voor het ene deel is dat gewoon vanwege de onzekere tijden. En anderzijds ook wel omdat zij er gewoon nog niet helemaal over eens zijn wat ze ook op de langere termijn willen doen. Dus het kabinet heeft eigenlijk gezegd bij monden van premier Rutte, we kijken vooral naar deze kabinetsperiode en die loopt in 2025 af. En misschien al eerder. Ik bedoel, als het kabinet valt, dan zijn er al eerder verkiezingen. En het kabinet dat daarna komt, dat moet vooral zorgen dat er weer deugdelijke financiën zijn. Ja, dat vinden wij vanuit gemeente eigenlijk geen stijl. Dat is niet hoe je een land kan regeren en ook niet hoe je samen met gemeente de grote ambities kan realiseren. En wat gewoon de bevolking nodig heeft, wat de inwoners nodig hebben. Dus wij blijven het Rijk aanspreken van joh, kom met degelijk financieel beleid. Maar zolang zij dat niet doen, zullen wij in ieder geval hier in de stad de boel goed op orde houden. En niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dus de gemeente noemt het een ravijnjaar. Maar u zegt dat is te relativeren en daar wordt echt naartoe gewerkt. Nou ja, ik zie natuurlijk ook bij veel collega's in het land wel de nodige paniek. Dat gaat over het ravijn van Rutte of de krater van Kaag of van die stevige metaforen. Ik loop al enige tijd mee en ik weet ook dat de soep vaak niet zo heet gegeten wordt als dat die opgediend wordt. Maar dat betekent wel dat we waakzaam moeten zijn en dat we verschillende scenario's moeten uitwerken. En dat we in gesprek moeten blijven met Den Haag om uiteindelijk wel hen over de brug te laten komen, zodat die financiën op orde blijven. Wethouder Heikoop is duidelijk ontevreden over de onzekere situatie. En hij is niet de enige wethouder wiens portefeuille geraakt wordt door teruglopende inkomsten en onzekerheid vanuit het Rijk. Voor nu is het dus nog allemaal sluitend, maar we zien ook aankomen dat het beroep op de WMO alleen maar groter gaat worden. De WMO zit in mijn portefeuille. We krijgen steeds meer mensen die daar gebruik van gaan willen maken. We zien ook dat we steeds minder mensen hebben die het werk kunnen doen om die zorg ook te leveren. Dus we zullen daar moeten gaan kijken naar de toegang. Welke mensen laten we gebruik maken van de WMO? Zijn er mensen die meer zelfredzaam zijn en zelf dingen kunnen organiseren, die we geen diensten aan hoeven te bieden vanuit de WMO? Om aan de ene kant kostenbesparend te zijn, maar eigenlijk misschien nog wel belangrijker ook ervoor te zorgen dat die zorg bereikbaar blijft voor die mensen die het echt niet zelf kunnen regelen en het wel hard nodig hebben. Vanuit ons is het natuurlijk niet zo dat wij helemaal niet aanzagen te komen dat kosten zouden stijgen. Voor een deel, de kosten die zijn gestegen, die had niemand voorzien met de enorme inflatie, crisissen, allerlei zaken die we niet konden voorzien. Maar wij hebben wel altijd gezien dat Dordrecht sociaal-economisch een sprong te maken heeft. Dat is de hele reden waarom die Agenda 2030 tot stand is gekomen. Die moet er namelijk toe gaan leiden dat onze stad uiteindelijk, één ding ervan is meer inwoners, maar vooral ook dat we de positie van huidige inwoners versterken, zodat we meer inkomsten hebben. En voor een deel zien we dat ook al, hè, met nieuwe bedrijven die we aantrekken. Via de Agenda 2030 ruimte voor banen, dat deel van het programma, halen we nieuwe bedrijven naar de regio, naar de stad. Dat levert ook inkomsten op, die betalen ook netjes de belasting. We moeten kijken naar de WMO, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen. Je moet uiteindelijk gaan kiezen, waar investeer je op en waar zeg je het kan ook een tandje minder. De tijd van alles kan, die is wel voorbij. Gemeenten wijzen massaal naar het Rijk als het gaat om begrotingstekorten. Maarten Allers is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen en ook onderdeel van het Centrum voor Onderzoek naar de Financiering van Lagere Overheden. Hij doet al jaren wetenschappelijk onderzoek naar de geldstromen tussen Den Haag en gemeenten. Ik zat een beetje terug te kijken. Ik zag in 2011 en verderop al essays en artikelen van u en collega's van u, waarin u al waarschuwt voor onzekere rijksuitkeringen aan gemeenten die mogelijk vervelende resultaten kunnen hebben voor die gemeente in de toekomst. Wanneer begon dat een beetje te dagen en hoe ziet u die problemen, of zijn dat problemen allereerst even, denk ik? Natuurlijk een probleem. Kijk, wij denken allemaal dat we heel veel belasting aan de gemeente betalen, maar in feite komt het geld voor de gemeente voor het grote deel uit Den Haag, van de Rijksoverheid. En als je een beetje beleid wil maken als gemeente, jullie een beetje vooruit kijken, dan wil je toch weten hoeveel geld heb ik ongeveer te besteden. En als dat steeds weer onduidelijk is, als dat steeds weer afwachten is, dat is gewoon eigenlijk geen doen. Dan kun je geen beleid maken, kun je geen plot trekken. Heeft dat nu, een 2026, 2027 wordt er veel gemeenten dan echt een ravijn genoemd, daar hebben ze echt totaal geen onzekerheid over. Waardoor komt dat? Waardoor juist die datum? Nou ja, we hadden een nieuwe regering, hè, even geleden. Die had een coalitieakkoord. En als je dan in de financiële bijlagen heel goed ging lezen, zag je opeens van, hé, het geld voor de gemeente, het systeem wat daarvoor is, daar gaan ze mee stoppen.
En ze hebben nog geen nieuw systeem. En ze denken, nou, over een paar jaar hebben we wel weer bedacht hoe we het dan gaan doen. Dus voor de komende jaren weten gemeenten wel wat ze krijgen. En daarna zetten we het eventjes vast. En dan gaan we daarna wel weer indexeren en verhogen natuurlijk als dat nodig is. Maar we weten nog helemaal niet hoe. Maar gemeenten die moeten in hun begroting ook 4 jaar vooruit kijken. Dat is verplicht. En het laatste jaar van die 4 jaar, dat was dus al onzeker. Dan moet je een begroting maken, terwijl je niet weet hoeveel geld je hebt. Ja, dat is toch wel heel gek. Ligt hier de verantwoordelijkheid nu bij Den Haag? Of mag er ook de gemeente iets aangerekend worden? Nee, kijk, Den Haag bepaalt. En die hadden gewoon een regeling. Die was niet ideaal, maar hij werkte. En normaal gesproken doe je een regeling pas weg als je eentje hebt die minstens even goed is of liefst beter. Nu is het meer van gemeente, gaan jullie oude schoenen weggooien? Hier, geef maar. En over 3 of 4 jaar heb ik vast wel weer nieuwe schoenen voor jullie. We zien wel. En waarom, dat vertel ik er niet bij. Want die schoenen waren eigenlijk nog prima. Die jaren ervoor hadden ze geëvalueerd, dat was geen probleem. Maar goed, nu is het opeens niet goed meer. Maar goed, er was in de voorjaarsnota van het kabinet, zijn ze wel met een nieuw systeem gekomen. Dus dat is er nu wel. Alleen hoe dat precies gaat werken, weten we niet. Die nieuwe schoenen hebben gemeenten zeg maar alleen van een afstandje gezien. Of ze ook een beetje de goede maat zijn, of ze lang meegaan, dat weten we allemaal nog niet. Wat voor effecten heeft dat nou op een gemeente? Nou ja, dat betekent als niet zeker is dat over een paar jaar een bepaald bedrag aan geld is, dat je dat ook niet in je begroting kan zetten. Dus toen het kabinet stopte met die bestaande regeling voor het gemeentefonds, moest de gemeente voor het 4e jaar van hun vooruitkijken in de begroting, miljardbegroting, moesten zij bedenken, ja, gaan we daar bezuinigingen in plannen voor dat geld wat niet zeker is? Gaan we onze belasting verhogen? Of gaan wij een tekort in de begroting zetten, wat eigenlijk niet mag? De Rijksoverheid mag gewoon een tekort hebben op de begroting, gemeenten en provincies mogen dat niet. Dus dat is heel raar. Dan moet je eigenlijk gaan bezuinigen, terwijl je wel weet van ja, als het goed is, komen ze ergens mee en dan zijn die bezuinigingen niet nodig. Dus waar ben je dan mee bezig? Ik weet wel dat er nu al enige zekerheid is over wat waarschijnlijk uit Den Haag gaat komen. Dus ik denk dat je daar wel een beetje op kan begroten langs, want we weten nu meer dan begin van dit jaar. Dus, maar als ik het dan zo bekijk, het gaat hier wel om 25, 30 miljoen 2026, 2027. Dat lijkt zich nu dan enigszins op te lossen. Storm in een glas water of toch nog wel iets serieuzer? Nou nee, want kijk, bij die overgang naar een nieuw systeem voor het gemeentefonds wordt wel flink bezuinigd. En dat gaat ook door het recht merken, dus daar zul je toch iets mee moeten doen in je begroting. Professor Allers snapte de redenering van het stadsbestuur, maar geeft aan dat, ondanks de vreemde situatie, er nu wel een voorzichtig plan gemaakt wordt in Den Haag. Gemeenteraadsleden in Dordrecht grijpen de troebele vooruitzichten ondertussen aan om bezuinigingen voor te stellen. Ik verwacht van een college dat ze met een aantal voorstellen komen van hier kunnen we bezuinigen of hier moeten we schrappen. Maar dat zien we niet. Ze willen het inderdaad samen met de raad doen. Maar wat ons betreft kun je beter gewoon stoppen per direct met Stadspark XXL. Als we goed kijken naar het project, dan zien we dat er vooral wordt geïnvesteerd in een beetje infrastructuur, heel veel zelfs. Maar heel weinig in bomen. En we zijn bezig om de boel hier te vergroenen. Nou, dan moet je niet een beetje groen extra neerzetten bij wat al heel erg groen is. Dan moet je kijken naar verschillende pleintjes en straten in bestaande wijken. En daar moeten we gaan vergroenen. En dat kost nog minder ook. Nou ja, wat ons opvalt is dat er in het coalitieakkoord van alles werd beloofd over vergroening in de stad. En dat daar nog heel weinig van terecht is gekomen. Omdat het college zich volledig richt op die Dordwijkzone, hè, dat Stadspark XXL. Maar als je in een versteende wijk woont, dan heb je daar niet veel aan. Dus wij willen dat gaan pushen, dat het college daarmee aan de gang gaat. En wat we tegelijkertijd zorgelijk vinden is dat het college in deze tijd van bezuinigen wel geld weet te vinden voor meer recreatie in beschermde natuur. Ja. Terwijl wij denken, ja, die beschermde natuur, die biesbos, die heeft juist behoefte aan rust. En is dit nu het moment om daar 500.000 per jaar aan uit te gaan geven? Dat de raad in positie gebracht wordt op dit punt, dat is ook wel toegezegd, maar we willen dat concreter maken. Moeten bezuinigen, moet je keuzes maken en als je dan een heleboel keuzes hebt, is het gewoon belangrijk dat je weet welke effecten dat heeft. Welke keuze, welke effecten. En dat zouden we graag inzichtelijk willen hebben. Ja. Nou, ik denk dat je echt heel kritisch mag zijn, omdat ook de tijden zijn veranderd. We geven bijvoorbeeld het grote bedrijfsleven, geven wij bijvoorbeeld subsidie om mensen uit de bijstand aan te nemen voor een baan. En dan denken wij, ja,
Dat is allemaal mooi, maar er is een hyperkrapte. Dan moeten we gaan zorgen dat mensen uit de bijstand echt aan het werk komen. En ik denk dat een bonus aan het bedrijfsleven daar niet aan bijdraagt. Dan moeten we andere dingen gaan verzinnen. En daar moet je echt focus op hebben om te kijken of je daar de goede dingen doet. Die echt voor zorgen dat we gewoon grip op onze financiën krijgen. En het is geen hele leuke boodschap. Hè. We doen dat niet voor de lol, maar we doen het wel om onze financiën op orde te houden. En het kunnen blijven doorbouwen aan onze fantastische stad. Wij willen heel graag daar ook zeggenschap over hebben en kaders willen vaststellen. Zodat we toch een richting kunnen kiezen. Of we echt moeten bezuinigen, weet ik natuurlijk niet. Dus dat is ook een beetje afhankelijk straks ook van de nieuwe regering, de landelijke regering. Dus het is een beetje afwachten. Terwijl de financiële vooruitzichten troebel zijn, lijkt er zich ondertussen toch iets te gaan bewegen in Den Haag. Het nog even wachten met het invullen en publiceren van de begroting voor 2024 lijkt dus een goede zet. Wel is de relatie tussen het Rijk en de gemeente ernstig verstoord. En de bal ligt bij het Rijk om die weer recht te trekken. In de tussentijd zal het stadsbestuur op dinsdag 4 juli vanaf 2 uur nog één keer in het stadhuis vergaderen over de financiële toekomst van Dordrecht en de plannen na 2024.